Vandaag ga ik jullie laten zien hoe dat je via een aantal stappen uh, in één keer met alle airdrops van, uh, van uh, Arbitrum mee kunt doen. Uiteindelijk uh, is het niet gegarandeerd natuurlijk, we verwachten dat er zal een token komen. We weten niet precies wat er allemaal moet gebeuren, maar we zouden wel een beetje de richtlijnen kunnen volgen van uh, bijvoorbeeld Optimism. Nou goed, daar wordt hier ook in de tweet naar verwezen. Dus laten we daar een keer doorheen scrollen. Ik ga er niet al te diep op in, ik ga met name in op de taken die we moeten doen. Uh, want dat zijn er een aantal. Uh, gelukkig heeft deze man die deze tweet heeft gemaakt ook een, uh, een contract laten programmeren door een vriend van hem schijnbaar. En ik heb het beste man gesproken. Ik heb het contract uitgeprobeerd. Dus laten we beginnen met uh, wat is noodzakelijk. Je moet als eerste moet je naar het Arbitrum netwerk Ethereum to bridgen. Zoals je ziet we zijn nu bij de Ethereum bridge of de Arbitrum bridge. En die Arbitrum bridge dient ervoor om van jouw metamask. In Ethereum geld over te maken. Of Ethereum over te maken naar het Arbitrum netwerk. Wat je doet, is je vult hier de hoeveelheid in. Die wil overmaken. En vervolgens ga je selecteer je arbitrum one. Um, dus ik zou kunnen zeggen max. En dan zou ik hier kunnen zeggen arbitrum 1. Aangezien ik niet voldoende Ethereum in mijn wallet heb staan om geld over te bruggen. Ik heb dat straks al gedaan. Is de knop bij mij grijs. Maar bij jou is de knop als het goed is indrukbaar. En dan druk je daarop. Dan moet je even een stap bevestigen in jouw metamask. En dan duurt het ongeveer een kwartier voordat jouw geld aankomt. Of jouw Ethereum aankomt op Arbitrum. Nogmaals, je kunt het beste... Als eerste deze brug gebruiken. Er zijn nog meerdere bruggen die je kunt gebruiken. Maar deze brug weten we zeker van dat die onderdeel is van die airdrop die misschien jouw Arbitrum tokens gaat opleveren. Ik zeg wel het is wel zeker, maar uiteindelijk weten we het nog niet 100% zeker. Het is wel bevestigd dat er een token komt, maar we weten nog niet precies aan welke stap je moet voldoen. We volgen een beetje de grote lijnen van het Optimus Network en de richting die het Arbitrum team had ingezet voordat Nitro werd, of dat Arbitrum One werd geüpgraded met Nitro. Laten we nu verder gaan met de thread en dan ga ik je laten zien hoe dat je de stappen verder moet afhandelen. En zoals je ziet duurt het nog eventjes, dus dan gaan we lekker gewoon verder. Optimism is een andere layer toe, een andere oplossing bovenop Ethereum om de snelheid van het netwerk te garanderen, minder transactiekosten te hebben en het, het hoofdverkeer, het verkeer op Ethereum blockchain te verminderen, waardoor dat apps sneller kunnen werken, beter werken, goedkoper zijn en meer schaalbaar zijn. Dus dat is eigenlijk in het kort wat een layer 2 is. We hebben daar ook een document over gemaakt. Dat staat in Discord en dat kunnen jullie gewoon rustig bekijken. Uiteindelijk zijn er al meerdere bronnen die bevestigen dat Arbitrum met een token gaat komen. Maar hoe komen we dan in aanmerking voor een airdrop? vraag je jezelf af. Nou, dat ga ik je laten zien. In uh, deze thread zie je wat een airdrop is, wat Arbitrum is en wat de, hoe dat je in aanmerking komt met de Eligibility Checklist 101. Um, nou, Wat is een airdrop? Een airdrop is niets anders. Gratis geld. Lekker dan. Dus gratis geld, dat krijgen wij door een aantal stappen, een aantal taken te volbrengen. Nou, Wat is Arbitrum? Arbitrum is net zoals Optimism een layer 2 oplossing. Heb ik net uitgelegd. En waarom denken wij dat we dat uh, in aanmerking kunnen komen met deze stappen? Nou, there is, well, there is no explicit guideline for Arbitrum yet. We can take a look at how other platforms like Optimism of uh, optimism foundation manage theirs hier is een step by step guide of what you need to do to get your wallets listed for an airdrop dus ik heb mijn andere twee wallets heb ik al ge ja, eligible gemaakt dus ik doe het nou nog een keer met deze dan kan ik het ook mooi uitleggen aan jullie arbitrum odyssey campaign daar zijn we te laat voor maar die batch van de arbitrum odyssey campaign is een kleine nft die kun je ook kopen. Dus dan zouden we, als het goed is, helemaal in aanmerking komen. Voor alle stappen van tevoren in de Odyssey-campaign. En de Odyssey-campaign gaat weer hervat worden. Komen we zo op terug. Mainnet transaction. Hebben we ook net gedaan. Vanaf Ethereum naar Arbitrum. Een tokenbridge. Ethereum in dit geval. Discord Rolls. Guild. Ga ik je laten zien? Guild XYZ is dus net zoals Galaxy een. Um, die zorgt ervoor dat je dus uh, rollen krijgt. Dat is een bot die kijkt of je bepaalde uh, taken hebt volbracht, en dan krijg je rollen in de Arbitrum Discord. Dus daar kom ik al meteen op. Ga ook naar de Arbitrum Discord-server toe. En hoe kan je dus uh, weten of dat jij al iets gedaan hebt? Als je iets gedaan hebt op Arbitrum, is het eigenlijk heel fijn dat je even checkt op deze link, en dan kom je dus op die Odyssey campaign. Uh, the odyssey has begun you are prepared to bridge into arbitrum to see what lies in store for you we have an idea what to expect but you're not exactly sure all you know is that there are tasks to be treacherous but the nfts will be breathtaking now into the odyssey you go note this nft represents one completion of bridging into arbitrum one and on the first week of arbitrum odyssey in collaboration with redwall sugoi project galaxy thus Dit is wat je dus, als je dus iets gedaan had of deze bridges, dan zou je dus deze NFT krijgen. Maar meestal van jullie hebben dat nog niet gedaan. Die gaan dit voor de eerste keer doen. Dan heb ik goed nieuws? Als je het wel hebt gedaan, dan komt er hier staan: you are eligible. Dus dan is deze button klikbaar. Dat is nou niet. Blip, 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 blip. En, uh, wat je dus wel kunt doen is, je kunt die NFT gewoon lekker kopen. En dan heb je dus een bewijs dat je dus wel wat gedaan hebt in het vroeg stadium eigenlijk Een beetje voor de gek houden, maar nou, laten we eens gaan kijken. Die staat op Stratos NFT, en ik heb inmiddels denk ik wel mijn Arbitrum gekregen. Nee, nog steeds niet. Maar op deze website, op deze website die staat allemaal niet. thread, kun je dus die NFT gewoon kopen. Kost een paar dollar. Kom je in ieder geval in aanraking voor dat stapje van de airdrop? Dus op Stratos NFT, nou gaan we deze verlaten dan. 10 Mainnet transaction First, bridge some funds over to Earth from Ethereum layer 1 to Arbitrum. Nou, dat doe je dus wel via de Arbitrum Bridge, zoals we straks zagen. Want de Arbitrum Bridge is dus echt de gateway naar Arbitrum toe. Het duurt wel lang, het duurt een kwartier om dat te doen, 20 minuten misschien wel. En als je dat gedaan hebt, dan, uh, ja, dan zien ze niet wel dat je door de Arbitrum Foundation of de Arbitrum Bridge, het is echt gewoon de core bridge van het ecosysteem. Er zijn meerdere bridges, Zo heb je multiswap, anyswap en er zijn er nog meerdere. Maar deze bridge is de allerbelangrijkste om iets naartoe te bridgen. Wat ik doe, is ik doe af en toe, doe ik een klein beetje weer terug met sturen naar mainnet, doe ik over deze bridge. Maar als ik snel mijn geld nodig heb vanaf Arbitrum naar een andere chain toe, laat ik je ook zien. Dan doe ik het gewoon via multiswap of anyswap en dan, dan gaat het veel sneller. Dan hoef je geen 20 minuten te wachten. Maar goed, deze gebruik je dus om geld naar arbitrum toe te bridgen en af en toe een klein beetje om terug te bridgen. Want dan laat ze zien ik maak gebruik van deze bridge. Um, dus geld overmaken van ethereum naar arbitrum met arbitrum bridge. Stap 1. Stap 2 controleren of dat je dus uh, onderdeel bent van de uh, of dat je eligible bent in aanmerking komt voor die NFT van Galaxy en als je dat niet bent dan kun je hem altijd kopen voor een paar dollar op Stratos de dus stap 2 en 3 nou dan gaan we kijken naar welke protocollen er allemaal zijn op het arbitrum netwerk goed dan zie je dus dat er hier een hele hoop protocollen, gebruik maken van Arbitrum, communicatie hebben met Arbitrum, eh, onderdeel zijn van Arbitrum, eh, een, 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 een bridge naar, bridge van, eh, NFT's op, NFT's af. Nou, er zijn dus een hele hoop protocollen die al gebruik maken van Arbitrum. En we denken ook echt dat Arbitrum echt een hele belangrijke speler gaat zijn in die layer 2 scaling solutions op Ethereum. Eh, los van de andere uh, layer 2's die er aan het ontstaan zijn, maar er gaat waarschijnlijk misschien wel een, gaat waarschijnlijk wel een, een, een soort van nou ja, mini-oorlogje ontstaan tussen uh, Layer 2 Scaling Solutions op Ethereum, uh, Polkadot Ecosystem en de Cosmos Hub System, of de Cosmos Ecosystem. Ik denk persoonlijk gezien, als je het aan mij zou vragen, ik denk dat je drieën allemaal naast elkaar kunnen bestaan en dat er dus eigenlijk maar, een, een, de, voor mij is de, de helikopterview die ik heb voor de toekomst, is dat alles samenwerkt met elkaar en dat ze moeten ophouden met stukjes een beetje blablabla. Bla, bla Ik denk dat het samenwerken en het vergemakkelijken van de reis door crypto en, 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 en heel Web3 juist het vergemakkelijken en het en toegankelijker maken voor het grote publiek de oplossing is om de massa-adoptie voor Web3 te faciliteren. Dus dat zijn een aantal van de protocollen, maar de protocollen waar wij vandaag mee bezig gaan zijn de protocollen. die je nodig hebt te gebruiken. Om in aanmerking te komen voor speciale rollen op, in de Discord server van Arbitra. Dus, en dat zijn deze. Even kijken. Wat je dus doet, ga je naar punt 16, als je dit gelezen hebt, dan ga je. Oep, 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 oep. Even kijken. You can get rewards by completing arc contrast and, and it's very likely that they'll, they'll set you up on the first list of getting airdropped. You just need a Discord and a wallet. Gelukkig hebben wij Discord. Dus uh, you need at least $5 to $10 in ETH in your Arbitrum Wallet to complete all these tasks. Oh, mooi man. Dat is niet veel. Ik heb er 30 van gemaakt. Komt helemaal goed. 15. Most of the quests require owning tot token en een speciale NFT. One quest even asks you to connect your Twitter and add to your name. En dan eens kijken bij mij. Oh, Wat heb ik daar? Ik heb daar die hartjes staan. Uh, dan ga ik kijken in de Discord van Arbitrum. daar Arbitrum. Zo. Uh, als je gek werd van je eigen Discord, kijk naar die van mij. Uh, nou, ik start hier. Verify your wallet. Join Arbitrum. Klik je daarop. Oh, ik heb deze allemaal al. Maar nog niet op deze wallet. Deze heb ik nog niet, gaan we daar zien. Ik heb dus al die taken heb ik al voldaan in mijn andere wallet. Hij zit gekoppeld aan mijn Discord. Maar als je hier voor de eerste keer komt, dan klik je dus op uh, Join Arbitrum, Verify Your Wallet. En dan krijg je dus een pop-up van, uh, van de bot, uh, van de Guild XYZ bot. En die kijkt dan of dat jij in jouw wallet al die taken verbracht hebt en die koppelt dat dan aan jouw discord idea. Als je dat niet. Als je, ja, dan, kun je, dan moet je eigenlijk gewoon doen. Punt. Uh, het is gewoon veilig. Uh, voor zover ik heb kunnen zien. Ik heb het zelf ook gedaan. Dat zie je. Dus uh, doe dat aantal stappen eventjes. Dan ga ik deze weer even afsluiten. Anders word ik helemaal horendol van al die Discord-notificaties. Zo. En dan. Gaan we terug naar de thread. Dus. Dat hebben we gedaan. Maar. Dan gaan we hiermee verbinden met de Guild XYZ en dan gaat die kijken naar al mijn, oh, ook weer gekoppeld aan mijn Discord-account. Dus ik ga, dat kan ik niet laten zien, maar dan zijn al deze dingetjes zijn allemaal grijs. No access zegt hij dan hier allemaal. Dat zijn dan allemaal grijze grijze buttons. No access, no access, no access. Dus die eerste Arbinaut, dat is dat NFT-tje. Deze die zorgt ervoor dat je dus deze als access krijgt, dat je die stap gedaan hebt. Nou, uh, treasury, uh, treasury family. Dat is dus van een protocol die uh, zijn een metaverse aan het creëren. Uh, Link, uh, chainlink in je portemonnee hebben, gmx, um, gmx in je token, uh, in je portemonnee hebben. Uh, um, Lps of uh, lpt, uh, live peer token, umami, nou, allemaal bekend, Jones. Het zijn dus allemaal tokens die je dus in jouw wallet moet hebben om in één keer hiermee Alicebon voor te zijn. Los van het bridgetje en het gebruik maken van de apps. Dus swappen op die apps en het laten zien. Dus dat kan ik wel even laten zien. We kunnen bijvoorbeeld gaan kijken naar GMX. Earn, klik ik op GMX. Dus voor eerst kijk kom. Oké, okay, agree. Wat doe ik dan? Dan zeg ik, hé, hey, laat ik eventjes. Oh, die is nou verbonden met mijn hoofdwallet. Uh, nou, je kunt dus hier bijvoorbeeld GMX kopen. Buy GMX. Dan kun je doen. Purchase GMX op deze klikken. Als je dus op het netwerk van Arbitrum. Uh, Ethereum staan, nou dat zie je hier. En laat ik zeggen, ik wil uh, GMX kopen. Uh, nou, ik wil, uh... nou dat gaan we dadelijk doen met, met, op een andere manier. Maar je kunt ook nog extra gebruik maken van bijvoorbeeld de protocollen. Even uh, uh, laten we zeggen, 10 dollar of zo, uh, of 3 dollar uh, 05. Dat is 6 dollar. doen we 03. Nou, 4 dollar. Nou, ik ga 4 dollar GMX wisselen. wisselen. En dan zullen we zien, kijk eens het verschil met Ethereum. Dit zijn dus de gas fees. Even kijken, de gas fees. Hier, dit is de gas fee: 0,0009825. Dat is, no, het is 4 cent, het is gedeeld door 2. Ja, het is 4, 4, 2 tot 4 cent is dat. Nou, dan zeg ik: bevestigen. En je zult ook zien hoe sneller dat gaat. Boom, klaar. Zie je? Veel sneller dan op Ethereum. Het is gewoon de snelheid van Harmony wat je gewend bent. Sneller zelfs nog. De snelheid van Solana als Solana werkt. Uh, of de snelheid van Phantom als Phantom goed is. Dus uh, je hoort het. Ik ben erg bullish op dit, uh, op dit protocol. Uh, zit ik nog F11? Ja, dat was fullscreen. Dan gaan we terug naar de tweet. Nou, als je niet weet hoe je multisig moet aanmaken, dat is ook een van die, van die airdrop vrijste, of althans wat we denken, dan klik je op deze thread en dan ga je naar gnosses.save.io en dan zeg je: klik open app. Ik heb al een save aangemaakt, maar je klikt eventjes op dat pijltje en dan zeg je: add save, create a new save, uh, creating a save on Arbitrum, continue. Uh, er drop Arby. Air Arby. Continue. Uh, owner. Name. Dat is dit na, dit mijn walletadres. Bij de andere heet hij dus omahands.eth uh, Klik op OK. Continue. Klik op Create. Je moet dan even bevestigen in jouw Metamask. Klik. De Save wordt nu aangemaakt. Deployment smart contract. Dus je hebt dus eigenlijk een smart contract gemaakt. Je hebt een, een, een multisig Save aangemaakt. multisig wallet. Nou, laten we dus aan de gang gaan met de save erop starten. Klikken. En dan gaan we dus geld overmaken naar die save. Even kijken. You just created a save on Arbitrum. You will only be able to use this save on Arbitrum. Ja, klopt. We hebben hem op Arbitrum aangemaakt. Ik dus gaat er ook niet vanuit dat ik hem op BNB Chain kan maken. Laten we wat. Toegoede aan storten. Klik op. Er ah, staat niks in. Hé, hey, verrekkers. Coins. Ik wil dus. New transaction. Send funds. Van. Tituli. Oh, wacht even. Nee. moeten. Zo. We hebben nou dus save aangemaakt. Dan gaan we terugkijken naar de voorwaardes. No. Uh, go to assets en select AETH and receive. AETH is dus Arbitrum Ethereum. Copy the address, be careful, it will copy uh, it within the RB net, RB1, wrote before the address. Uh, Oké, okay. dus met andere woorden, als je dus nu zegt hier op assets RB1 en je zegt receive, dan zie je dat er hier staat RB1. Dus we kopiëren het adres, copy. Dan gaan we naar Metamask. Dan zeggen we send eth, Want AEat, dat zetten we de A dan niet voor. Maar ETH is dus Arbitrum Ethereum. Het is dus als je via de Arbitrum Bridge Ethereum brugt naar Arbitrum, wordt het automatisch ETH. Dan zeggen we Plak hierin. Dan geeft hij foutmelding. Waarom geeft hij foutmelding? Nou, heel simpel. Omdat die er ervoor staat. Dus dan halen we die Arbitrum 1 en de dubbele punt weg. En dan zeg ik, nou laat ik gewoon 0.05. Zo. Maar dat heb ik natuurlijk niet. En dan zeg ik 0.05. Nou, opa, storten, bevestigen, kost geen rol. Altijd gemakkelijk. En dan zullen we zien. Volgens mij is de transactie denk ik al klaar. Poef, stuurt. En ja, staat er denk ik al in. Home, uh, view assets. Jep, 6 dollar overgemaakt. Nou, dan gaan we het omdraaien. Dan gaan we de 6 dollar weer terugsturen naar het MetaMask. Dus dan gaan we naar MetaMask toe. Kopiëren we het adres in MetaMask. Klik. En dan zeggen we: <laughs> En dan zeggen we: ETH cent. Plakken. Controleren of dat klopt. Ja, klopt. Send Max. Dan laten we dat maar doen. Preview en submit. En dan wordt er gevraagd om de transactie te tekenen. En we dus gedaan als het goed is. En dan krijgen we dus nou een MetaMask bevestiging. Hé, hey, wil je dat ontvangen? Ja, dat wil ik wel. Maar wil je het ook versturen? En dat gaan we nou doen. Dus ik heb naar mezelf geld gestuurd op de multisig. En ik heb geld teruggestuurd vanaf de multisig naar mijn. Wallet, en als het goed is, is dat zo pof klaar. Oh, het staat de techniek, staat van niks, jongens. Dus dat is dat geweest. Dan gaan we kijken. Hier even het plaatje: Tier Optimism Users, Use Optimism Across multiple Days. Uh, and use uh, App or, or Bridge to Optimism during the early main app phases. Nou, dat hebben we dus gedaan uh, met, uh, met Arbitrum. Uh, repeat op users, dus we uh, vaker terugkomen op Arbitrum, meerdere dingen doen hè, dat doe ik ook, want ik heb uh, best wel uh, wat, wat uh, maak gebruik van best wel wat protocollen. Downvoters gaan we ook opkomen. Um, hoe dat je dus als je aangesloten bent bij een protocol, kan ik laten zien als allerlaatste hoe dat je dus uh, kunt meedoen aan de stemming van een protocol, dat je dus mee kunt doen aan het ecosysteem. En als je dus stemt en dat meerdere keren doet, als er proposals openstaan tenminste, dan Zorg je ervoor dat je dus ook laat zien dat je meebouwt aan het netwerk. Dat je verantwoordelijk meegaat om, uh, om het netwerk beter te maken. En daardoor gebruiken ze dus uiteindelijk dus die. Um, ja, gebruiken ze dus in, uh, dus in aanmaking gebracht voor dus die airdrops. Nou, uh, Gitcoin-donors, meet een uh, on-chain donation through Gitcoin on Layer 1 Ethereum. Ik weet niet of dat voor Arbitrum ook geldt, maar uh, ik weet niet uh, wat ik daarvoor moet denken. Gaan we eens naar kijken. Priced out of uh, Ethereum. Nou, je, uh, via de verschillende bruggen kun je ook nog eens een keer Ethereum gaan overmaken. Dan wordt het wel wat duurder, omdat je er dus vanuit Ethereum de brug gaat gebruiken naar Arbitrum. Dus wat ik doe, is ik maak vanuit Arbitrum geld terug over naar Ethereum. En dan maak ik gebruik van de brug. Maar dan ga ik, uh, maak ik van de brug exit. Nou weet ik niet of dat, dat nou, ja, het is mijn, mijn aanname. Maar uiteindelijk denk ik dat het ook wel, uh, dat het hetzelfde is. Maar je zou ook meerdere bruggen kunnen gebruiken. kost alleen wat gas fees want je stuurt toch het geld naar jezelf. Nou, uh, dan heb je gekeken. Nou, dan kun je daar een aantal vinkjes van afzetten wat we al gedaan hebben. Dan laten we nou even verder gaan terug naar de thread. En dan komen we dus aan. Uh, hij geeft aan van joh, volg al deze uh, legends. Dat zijn allemaal uh, arbitrum maxis. Heb ik gedaan. Ik weet niet of dat het, uh, dat het uh, zo in de dijk gaat zetten. Uh, nou, hij zegt ook van ja, ik, ik ben ook een maxi. Dus uh, volg mij. En uh, like deze thread. Heb ik gedaan voor die beste meneer. Kunnen we even een keer tweeten, retweet, zo bam. Uh, hij reageert best snel. En dus ik ben ook met hem in gesprek gegaan. En ik zal de ruwe materiaal van mijn film uh, zal ik aan hem sturen. Kan hij het in het Engels naar, uh, over, uh, uh, overzetten? Dus allemaal leuk en aardig. En misschien helpt hij ons dan wel verder straks met uh, nog meer informatie. En we kunnen misschien ook gewoon één mee met hem doen. Uh, want als hij echt zo maxi is, nou dan laten we maar maxi-uitspraken doen. Dus, uh, WeMate komt die jongens al die taken die ik manueel heb gedaan in het begin die ga ik voor jullie laten zien hoe je dat allemaal gemakkelijk kunt doen zonder al die token swaps te moeten doen zonder naar die verschillende exchanges te moeten doen corinne die weet het die vroeg het aan mij in discord laat ik jullie gaan zien twee druk op de knop en we hebben het voor elkaar het is veilig ik heb het zelf gedaan uh, het Contract leest niets uit jouw wallet of die maakt geen gebruik van jouw wallet zonder dat jij daar uh, toestemming voor geeft. Dus je doet één keer een transactie, maar je doet al die transacties, al die twaalf tokens, doe je allemaal in één keer. Bam. Dus laten we het eens dus gaan doen op deze wallet. Want hier heb ik nog niets van dat alles in staan. Bop. bop, bop ik heb alleen een beetje iets, ik heb een paar, een paar tokens toegebracht, toegevoegd. Laten we eens dus gaan kijken naar deze thread. We klikken dus op we made a contract that lets you purchase all of the tokens you need to know of need to have for the rolls in one easy transactions. Boom! Al deze transacties in één keer. Pap, 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 pap. Um, so, dus, the small fee of 0.2 ETH covers the cost of the tokens, assuming you have Arbitrum ETH. Dus je moet 0.2 ETH hebben, heb ik. En dan krijg je al die tokens allemaal in je wallet. En die 0.2 ETH, wat is het? 30 dollar of zo. Dus. Als ik nou ga kijken, dan zie ik dat mijn Discord gekoppeld is aan Arbitrum Netwerk en Arbitrum Discord en aan Guild XYZ. Dus bij mij zijn al die tokens, uh, al die badges, die heb ik al gehaald. Maar. Uh, um, bij mij zijn al die badges al gehaald, Dan gaan we dus kijken. Naar nou, die X, guild XYZ. En dan zie je dus bij mij alles groen, Behalve deze. Behalve die. Nou. Dan gaan we terug naar het smart contract. How to get Arbitrum erop, step 1. Uh. Dat is dus. Zijn trend. Oh ja, nee. Klik hierop. En dan zeg je dus. Go to Arbitrum scan. Boem, dan gaan we naartoe. Dan krijgen we dus te zien welke tokens we allemaal nodig hebben en dan zeg je connect web 3 connect web 3 met de mask klik op ok ga naar purchase bundle dan zeg je 0.02 write dan heb je dus gas kosten weer heel weinig klik op confirm en wat gebeurt er nou ga je klik je op je eigen walletadres zo, vul je die daarin. Hierboven. Paste. Klik je op oké. OK, en dan zie je hier. Kijk, koopt hij al die tokens in één keer. Al deze tokens in één keer. En dan gaan we kijken bij Geld XYZ. Checking access. boom En we hebben nou toegang. Zo. Dus dat was eigenlijk die hele thread. Het, is even, het duurt langer om het uit te leggen dan het duurt om het, om, het te, om het te doen, uiteindelijk. En als je dat gedaan hebt, dan like je gewoon deze meneer. Dan zeg je eventjes dat je via AOC komt, dus via mij komt. Like even zijn tweets alsjeblieft. Dat is voor hem fijn, want dan gaat hij ook meer content meehelpen maken. Meer, meer protocollen voor ons uitzoeken. Dus het kan alleen maar voordelig zijn. Dus ja, dat was het. En uh, check dan ook meteen eventjes hoe dat je dus weer uh, dingen terugstuurt. Dus laten we gaan kijken naar een multi-swap, multi-chain. En wat je dan doet, is van Arbitrum Mainnet. Dan kun je zeggen: Oké, okay, ik wil dat versturen naar Ethereum Mainnet. Of naar een andere blockchain, naar Kronos Mainnet. Of ik wil dat versturen naar Heco. Of ik verstuur dat naar OKSave. Nou ja, goed. Allemaal kun je allemaal doen. Oké, okay, boys en girls. Tot later.